Hartstikke welkom bij de Harde Waarheid. Elke week gaan Dennis en ik een item voor elkaar meenemen. En ik mag hem aftrappen met mijn item. En deze week heb ik meegenomen voor onze Dennis. Het is de HyperX Cloud Flight. En dan denk je, nee, die ken ik nog helemaal niet. Dat klopt, want deze is namelijk deze week aangekondigd op de CES 2018 in Las Vegas. Dit is model nummer 4 of 5. Dit is de Flight. En hij is, zoals je ziet, helemaal wireless. Ja. Ik heb wel een tik voor wireless, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij is niet te zwaar. Want ik vind heel veel game headsets gewoon te groot en te zwaar. Ja. En hij zit heel lekker. Mensen vinden ze fijn. Hij kost €160. En wat je dan krijgt is natuurlijk een wireless headset met een dongle om aan te sluiten op je PC en PS4. Daar werk je wireless op. Als je een Xbox One hebt of een Xbox One X, dan heb je deze kabel nodig, een jackkabel. Je krijgt er een losse microfoon bij, die oké is. Weet je, ja, wat kan je ervan verwachten van zo'n microfoontje? Niet al te veel. Nee. Het is prima, je kan hem alle kanten op buigen. En het belangrijkste, zelf vind ik, hij kan er vanaf. Niet dat je hem omhoog moet schuiven, dat soort dingen. En misschien nog wel het belangrijkste, hij klinkt lekker. Hij heeft twee kanalen, dus 2.0, stereo headsetje. Draadloze headsets, wil je ook altijd dat je batterij wel een tijdje mee gaat. Ja, volgens het doosje zou dat 30 uur zijn. Ik heb best wel de gekke tik, ja, dat ik als ik bijvoorbeeld een film aan het kijken ben of aan het gamen en ik heb hem op pauze staan, dan hou ik gewoon mijn koptelefoon op. Ja. En dan ga ik gewoon even kakken. En dan kom ik weer terug. Geen idee wat het bereik is. Dat heb ik dan weer niet geprobeerd. Oké. Okay. Ja. Zal vast heel goed zijn. Of niet, dat weten we dit niet. Dus dat kunnen we niet vertellen. Nee. Wat we je wel kunnen vertellen. Dat is wel gewoon de essentiële vraag. Kan ik ermee naar de wc? Daar komen we volgende week op terug. Als ik één dingetje moet zeggen wat ik vervelend vind, is ik gebruik hem nu op kantoor. En dan heb je hem vrij vaak op, maar af en toe leg ik hem ook even weg. Mm-hmm. En dan ben ik aan het lullen met jou of zo, en dan zet ik hem weer op. En dan zet ik mijn muziekje weer aan, of mijn gamepje weer aan, en dan staat hij uit. Oh, hij gaat vanzelf uit? Hij gaat vanzelf uit. Dat is dus misschien is het een instelling of zo, maar ik kon het zo snel even niet vinden. Maar dit is het enige vervelende wat hier is. Dan hang ik hem zo op, zo aan mijn bureau, leg ik hem neer, pak ik hem erop. En dan, ik moet hem weer aanzetten. Ja. Als dat het nou is. Het is niet surround, dus dat is, vind ik toch wel een beetje een dingetje. Ah. Ik vind dat surround vind ik toch wel heel fijn als je aan de gamer bent. Sommige games, ik bedoel, zoals PUBG is het gewoon heel prettig als je een beetje omgevingsgeluid uit de juiste richting hoort. En dan, dat is een 2.0 headset, misschien wat minder. Ja, okay. De HyperX Cloud Flight, ja. €160. Ja, je hebt goedkopere alternatieven en die vergelijkbaar zijn, maar kan ik hem afraden? Nee. Kan ik hem aanraden? Ja. Dus dat. Oké. Okay. Ja. Nou, misschien heb je me overtuigd. Ja, of niet. Ik weet het niet. Goed, volgende week zijn we terug en heeft Dennis een gadget en iets hardwareigs voor me meegenomen om mij te laten zien. Zeker. Dus dat. Oké, doei.